Hartelijk welkom allemaal bij opnieuw een online spraakmakende boekenlezing. En omdat we elkaar nu nog niet kunnen zien, hartelijk welkom voor de trouwe bezoekers in Groningen en in Leeuwarden. Fijn dat u er weer bent. Ook een hartelijk welkom voor degenen die voor de eerste keer, en misschien wel speciaal voor de beroemdste roman uit de Nederlandse literatuur, aanschuiven, namelijk de Max Havelaar. Of degene die speciaal voor Jacqueline Bell komen natuurlijk. Spraakmakende boeken is al 26 jaar een terugkerende reeks van 7 lezingen over literatuur voor een breed publiek. Telkens wordt een literair werk besproken dat op dat moment sterk in de belangstelling staat. Deze lezingen worden gegeven door wetenschappers, veelal van de faculteit Letteren. Maar vandaag is het de beurt aan professor Dr. Jacqueline Bell. Zij bekleedt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Multatuli-leerstoel. Jacqueline Bell zal in het kader van het Multatuli-jaar haar lezing wijden aan de Max Havelaar. De titel van de lezing luidt Max Havelaar, onleesbare baksteen of klassieker uit de kanon. Dit naar aanleiding van een uitspraak van schrijver en columnist Christian Weitz, die de Max Havelaar in 2016 een onleesbare baksteen noemde. Jacqueline Bell is het daar niet mee eens. In haar lezing decodeert zij de roman, toont ze hoe deze tekst nog steeds schittert en ook waarom hij voor lezers van nu nog actueel is. Voordat ik haar virtueel het woord geef, heb ik, zoals altijd, enkele mededelingen van huishoudelijke aard. De lezing is opgenomen om storingen met een livestream te voorkomen. En het is helaas dit keer niet mogelijk om vragen te stellen of in te zenden. Dan, het is een wat vreemde, maar goede gewoonte, om u vast op de volgende lezing te wijzen. Deze zal waarschijnlijk ook online plaatsvinden op 28 januari 2021. Jeanette den Toonder zal dan de roman Transit van Rachel Cusk bespreken. Dan geef ik nu graag het woord aan Jacqueline Bell. Dames en heren, Multatuli, oftewel Eduard Douwes-Dekker, is, u weet het allemaal, de auteur van de Max Havelaar. De roman uit 1860 die begint met de bekende zin: ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. De gloedvolle roman over een bestuursambtenaar in Nederlands-Indië die in verzet komt tegen het koloniale systeem omdat, zoals in de roman staat, de Javaan wordt mishandeld. Dat het hier om een spraakmakend boek gaat, hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Het boek deed bij verschijning in 1860 al een rilling door het land gaan en bleef, niet alleen als aanklacht tegen de misstanden in Nederlands-Indië, maar ook door zijn bijzondere vorm en schitterende stijl, steeds de aandacht trekken van nieuwe generaties lezers en onderzoekers tot op de dag van vandaag. De roman werd ook in bijna 40 talen vertaald. Recentelijk verscheen er bijvoorbeeld een nieuwe Engelse vertaling. Veel andere schrijvers erkenden de kwaliteiten van Multatuli. W.F. Hermans deed dat in de raadselachtige Multatuli. Jan Wolkers noemde Multatuli stijl van een onthutsende genialiteit. En Willem Elschot noteerde: zijn cultus is onze heilige plicht. In 1999 kenschetste de Indonesische schrijver en kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur Pramutya Anantatur de Max Havelaar nog als The Book That Killed Colonialism. Multatuli gold en geldt nog altijd als inspiratiebron voor schrijvers, vrijdenkers, socialisten, feministen en humanisten als een van de grote rebellen uit de Nederlandse literatuur. En dit jaar, in 2020, wordt Multatuli's 200ste geboortedag op vele manieren herdacht. Het Multatuli-jaar werd in februari geopend in de Nieuwe Kerk door koning Willem-Alexander met de onthulling van een gedenkplaquette. Op 2 maart, Multatuli's verjaardag, werd de schrijver op passende wijze geëerd met een oratie van de nieuwe Multatuli-hoogleraar aan de VU. Dat ben ik overigens. En ook daarna werd er ondanks de lockdown toch nog op veel plaatsen Multatuli-lezingen georganiseerd. Dan was het meestal via streaming of voor een klein publiek. Ook in België, Frankfurt en Sint-Petersburg.
Er is in 2020 verder ook gewerkt aan een handgeschreven editie van de Max Havelaar, samengesteld door belangstellenden die vanuit huis hebben meegeschreven aan de uitgave. Die lockdown-editie wordt in het voorjaar gepresenteerd aan de VU. En in het voorjaar wordt ook het grote project Multatuli Online gepresenteerd, dat het mogelijk maakt het hele oeuvre van Multatuli in één enkele muisklik te onderzoeken. Kortom, er is zeker dit jaar relatief veel aandacht voor Multatuli, maar, en nu komt de brandende kwestie, wordt de Max Havelaar op dit moment ook nog wel gelezen? En vooral, waarom zouden we de 160 jaar oude roman vandaag de dag nog steeds moeten lezen? Toen de roman in 1860 verscheen, sloeg hij in als een bom en volgden vele herdrukken, polemieken en studies. Dit alles getuigt van veel belangstelling voor de roman. Maar blijft dat zo? Vandaag wil ik ingaan op de vraag waarom Multatuli's Max Havelaar gelezen moet worden en waarom deze roman na 160 jaar nog steeds zeer de moeite waard is. Daarbij stip ik ook twee meer literair-theoretische invalshoeken aan, het onderzoek naar lijsten, met als vraag in hoeverre kun je de lijstvorm gebruiken als onderzoeksinstrument. En dan denk ik hier natuurlijk aan het beroemde pak van Sjaalman uit de Max Havelaar. Ook ga ik na in hoeverre de Max Havelaar overeind blijft staan wanneer we hem bekijken vanuit de hedendaagse postkoloniale, dat wil zeggen cultuurkritische literatuurtheorie. Mijn verhaal bestaat uit drie delen. In deel 1 vertel ik iets over leven en werk van Multatuli, oftewel Eduard Douwes Dekker. In deel 2 ga ik in op de Max Havelaar. In deel 3 ga ik, zoals gezegd, dieper in op enkele literatuurbenaderingen, het onderzoek naar het fenomeen van lijsten in de literatuurwetenschap en de postkoloniale literatuurkritiek. Wat de lijsten betreft wil ik nagaan in hoeverre je het pak van Sjaalman uit de Max Havelaar ook via het pak van Sjaalman uit de Max Havelaar ook de structuur van de Max Havelaar kunt blootleggen. De relatie met het andere werk van Multatuli en intertextuele relaties met een aantal werken uit de wereldliteratuur kunt leggen. Wat de postkoloniale literatuurkritiek betreft, ga ik na in hoeverre de kritische boodschap van een mannelijke witte schrijver nog overeind blijft in een tijd van fake news, Black Lives Matter en standbeelden die van hun sokkel worden getrokken. Eerst dus kort iets nu over leven en werk. We hebben het vandaag over spraakmakende boeken, maar Multatuli's leven kun je op zijn minst ook spraakmakend noemen. Multatuli was niet alleen een groot schrijver, zoals ik straks nog hoop te laten zien, hij was ook in veel opzichten een markante figuur, populair gezegd een klokkenluider. Iemand met een groot rechtvaardigheidsgevoel, maar ook een gokverslaafde en een rokkenjager. Hoe zag zijn leven er in grote lijnen uit? Ik zal er even met 7 mijlslaarzen doorheen lopen om u een indruk te geven. Hoewel ik in principe vind dat in de benadering van literatuur het werk zelf centraal moet staan en zonder de biografie van de schrijver zou moeten kunnen functioneren, kan de biografie van een schrijver, zoals ook in dit geval, soms voor meer context en diepte zorgen. Bovendien helpt enige achtergrondkennis ons wellicht ook om 160 jaar terug in de tijd te gaan. Eerste biografie dus. Eduard Douwes Dekker werd in 1820 geboren in Amsterdam en hij stierf in 1887 in het Duitse Nieder-Ingelheim, vlakbij Frankfurt. In zijn geboortehuis in de Korsjespoortsteeg in Amsterdam is nu het Multatuli Museum gevestigd. Een bescheiden woning in een zijstraatje van het Singel, maar wel in het hart van de grachtgordel. Een bezoek aan het Multatuli Museum vlakbij het Centraal Station in Amsterdam is nog steeds zeer de moeite waard. Multatuli groeide op in een protestants nest, zoals de meeste Nederlanders in de 19e eeuw, de eeuw van de domineedichters. En dat protestantse wil, althans in het geval van Douwes Dekker zeggen, doopsgezind. Zijn vader was kapitein bij de koopvaardij, hij werd dus vooral opgevoed door zijn moeder. Dekkers oudste broer werd dominee, een beroep dat men aanvankelijk ook in gedachten had voor de jonge Eduard. Maar zijn leven zou heel anders lopen. Multatuli zou zich later in zijn leven namelijk heel scherp uitlaten over kerk en geloof en afstand nemen van de godsdienst. Hij volgde wel een aantal jaren de Latijnse school, het gymnasium. Hij was dus een slimme jongen, maar ging er vroegtijdig af om te gaan werken als jongste bediende in een textielzaak.
in Woutertje Pietersen, een onvoltooide roman van Multatuli die postuum is verschenen en waarin de 19e-eeuwse standenmaatschappij op geestige wijze wordt beschreven, laat hij een dromerig jongetje optreden dat opgroeit in Amsterdam en ongetwijfeld veel weg had van hemzelf. Al klopt natuurlijk niet alles. Multatuli-biograaf Dick van der Meulen baseert een deel van de beschrijving van de jeugd ook op Woutertje Pietersen. Al vond Multatuli de gelijkenis tussen Wouter en zijn eigen leven absurd. Hoe het ook zij, in 1828 nam zijn vader de 18-jarige Eduard per zeilschip mee naar de Oost, de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Het ging om een lange reis van vele maanden. Ja, het waren echt andere tijden. Het Suezkanaal werd pas in 1869 geopend. In 1829 kwamen ze aan in de kolonie, waar Dekker actief zou worden in het koloniale bestuur. Kort na zijn aankomst in Batavia kon hij daar als 19-jarige vrij snel aan het werk in de rekenkamer. En in 1842, al op zijn 22e dus, werd hij controleur tweede klasse aan de westkust van Sumatra, waar hij samenwoonde met Si Upi Kete, een zeer jong inheems meisje. En kort daarna ging hij zonder haar aan de slag in Natal, weer later onder andere in Manado en Ambonia. In 1856 werd hij benoemd tot assistent-resident in Lebak op Java, de plaats waar ook zijn roman de Max Havelaar betrekking op heeft en waar hij al snel als een echte klokkenluider de misstanden door de lokale inheemse bestuurders aankaartte. De bevolking bleek heel arm daar, mede door toedoen van de lokale regent die de bevolking verplichte diensten liet leveren zonder betaling. Het gevolg was een scherp conflict met het Nederlandse bestuur in Indië. Multatuli nam ontslag in de overtuiging dat men hem eerherstel zou geven, maar dat gebeurde niet. Dit tot zijn grote frustratie. Een jaar later, in 1857, keerde hij berooid terug naar Europa. Zijn zwangere vrouw Tina en zijn zoon bleven achter in Indië. Zij zouden later volgen. Al bleef het huwelijk niet echt een succes, getuigen ook de mislukte ménage à trois die later volgde, maar dit terzijde. En in Brussel schreef Douwes Dekker op een koud zolderkamertje in 1858 in 4 à 5 weken, het is niet te geloven, zijn Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij, een roman waarin hij zijn eigen ervaringen in Indië verwerkt. Maar zoals gezegd, de roman is ook goed te volgen wanneer men niets weet van Dekkers biografie. Multatuli stuurde zijn handschrift van de Max Havelaar naar schrijver en uitgever Jacob van Lennep, die de roman uitgaf in 1860. De roman werd een succes, er werden zelfs kamervragen over gesteld en er volgde al snel herdrukken. Maar Multatuli, zoals hij zich vanaf dat moment noemde, ik heb veel gedragen, betekende dat. Multatuli was niet erg blij, omdat de uitgever van Lennep zonder overleg ingrepen had gepleegd in de tekst. Hij had van de plaatsnamen die verwezen naar de werkelijkheid bijvoorbeeld alleen de eerste letters aangehouden, waardoor het boek veel sterker een fictief karakter kreeg. Ook waren er enkele passages geschrapt die in de ogen van Van Lennep al te scherp waren, zoals enkele kritische opmerkingen over het geloof van een van de bijpersonages bijvoorbeeld. Multatuli spande een rechtszaak aan tegen Van Lennep zonder resultaat. Hij kreeg zijn manuscript niet terug. Dat zou ook nooit meer gebeuren in zijn leven. Het duurde zelfs tot de vierde druk voordat Multatuli zelf weer wijzigingen aan kon brengen in de tekst, niet op basis van zijn handschrift, maar op basis van de beschikbare derde druk. Van het oorspronkelijke handschrift werd pas in 1949 een editie uitgebracht door Garm Stuyveling, die ook het initiatief nam voor het volledige werk. 25 delen dun druk van Multatuli. De drukgeschiedenis van de Max Havelaar is dus zeer interessant, maar dit terzijde. Terug naar de biografie. Na de Max Havelaar bleef Multatuli vooral schrijver. Al snel volgden minnebrieven in 1861, Vorstenschool, een toneelstuk dat destijds ook in Groningen en Leeuwarden is opgevoerd, en 7 bundels met bijna 1300 ideeën die tussen 1862 en 1877 verschenen, waarin Multatuli over alles en nog wat schrijft.
Het zijn korte en langere stukken, vaak aforismen, zoals ik citeer: van de maan afgezien zijn wij allen gelijk. Sommige ideeën groeiden weer uit tot een hele roman, zoals Woutertje Pietersen, de onvoltooid gebleven roman over een dromerig en dichterlijk Amsterdams jongetje, waar ik net al even aan refereerde. Het boek werd pas na de dood van Multatuli uitgegeven door zijn weduwe. Een ontzettend leuk boek dat u ook echt moet lezen zodra u tijd heeft. Multatuli was heel vrijgevig. Wat hij had, gaf hij weg. Maar meestal had hij zelf ook weinig geld. Beter gezegd, hij had eigenlijk altijd veel schulden. Niet in de laatste plaats door zijn belangstelling voor gokken. Hij wijdde daar ook een roman aan, Miljoenenstudien, in 1872. Uiteindelijk moest hij de laatste jaren van zijn leven in Duitsland doorbrengen, waar een liefhebber en mecenas gelukkig een huis voor hem kocht en hij met zijn tweede vrouw Mimi de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Ik heb Multatuli's vrouwenaffaires nog niet belicht en heb daar helaas nu ook geen tijd voor, maar kort samengevat was hij een liefhebber van het vrouwelijk schoon. Multatuli was in veel gevallen een voorloper. Hij was ook al voor het vrouwenkiesrecht, nog voor er algemeen kiesrecht was. Maar ook in zijn einde was hij bijzonder. Zo was hij de eerste Nederlander die gecremeerd werd. In het Multatuli Museum staat zijn urn nog. De as is er alleen uit verdwenen. Zo heb ik me laten vertellen. Maar nu wordt het tijd om de blik te richten op de Max Havelaar. Want daar zouden we het toch over hebben vandaag. Waarbij ik speciale aandacht vraag voor het pak van Sjaalman, een van de onderdelen van de Max Havelaar. Waarom is die roman nog steeds de moeite van het lezen waard? En is het eigenlijk wel nodig die vraag te stellen? Is de waarde van de roman niet voldoende bewezen? Er is al zoveel over gepubliceerd. De Max Havelaar werd bovendien in 2002 door leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde als het beste werk uit de Nederlandse literatuur gekozen. In de digitale kanon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief vormt de Max Havelaar ook nog steeds een van de 51 uitverkoren literaire werken. U ziet hier een spotprentje dat erin is opgenomen. En de Max Havelaar is ook de enige roman die voorkomt in de kanon van Nederland, die een aantal jaren geleden is opgesteld door de commissie van Oostrom. Recentelijk behield de Max Havelaar zijn plaats in de door een commissie onder leiding van hoogleraar geschiedenis James Kennedy herziene kanon. Is de Max Havelaar niet gewoon een van onze klassiekers? Ik wil gelezen worden, schreef Multatuli in de Max Havelaar. En heeft inmiddels niet iedereen die roman gelezen zoals Multatuli graag wilde. Velen wel, zij het vaak lang geleden, in veel gevallen op de middelbare school. Ook voor u geldt dat misschien. Maar hoe jonger het publiek, des te minder vaak is de Max Havelaar gelezen. En het wordt erger. Op lerarenopleidingen van het HBO vormt de literatuur van voor 1880 sinds kort geen onderdeel meer van het lesprogramma. Een tekst als de Max Havelaar uit 1860 komt dus helemaal niet meer aan bod. En de kans is groot dat veel toekomstige leraren niet alleen geen idee hebben van teksten als Karel in de Elegast en van de Vos Reinaarden, of van auteurs als Vondel, Huygens en Hooft, al zal de PC Hoofdstraat zijn faam wellicht behouden, te vrezen valt dat velen zelfs nooit van Multatuli en zijn Max Havelaar gehoord hebben. Lang niet iedereen is dus meer overtuigd van het belang en de waarde van de Max Havelaar. Zelfs een niet onverdienstelijke hedendaagse schrijver als Christian Weitz noemde de Max Havelaar enkele jaren geleden, ik citeer, een onleesbare baksteen die elk vonkje literaire interesse bij scholieren zou doven. Einde citaat. Een uitspraak die niet alleen bijval, maar gelukkig ook veel kritiek oogste. Weitz was overigens niet de eerste met zijn kritiek. Zo haalt Dick van der Meulen in zijn mooie Multatuli-biografie een leerling aan die het lezen van de Max Havelaar vergelijkt met, ik citeer, het genot van een kilo droog roggebrood van 10 weken oud, zonder drinken, binnen een half uur op te eten. Einde citaat. Hoe het ook zij, de opmerking van Weitz paste in een betoog over leesbevordering. En daarvan ben ik uiteraard een voorstander in deze tijd van ontlezing. Maar u begrijpt dat ik het niet eens ben met zijn oordeel over de Max Havelaar. In reactie op Weitz benadrukt de NRC Handelsblad in een hoofdartikel tot mijn vreugde de cruciale rol van leraren. Ik citeer.
Zij kunnen de baksteen van Multatuli omtoveren tot een spannende roman over een belangwekkende periode die het Nederland van nu mede heeft vormgegeven. Einde citaat. En Herman Pleij werd na de baksteen van Weitz opgetrommeld om in het tv-programma De Wereld Draait Door een openbare les te geven over de Max Havelaar. In mijn ogen terecht. Daarom zal ik nu proberen die vermeende baksteen van Weitz te decoderen om te laten zien hoezeer de Max Havelaar nog steeds op vele manieren schittert in al zijn onderdelen die mooi samenhangen. De roman is inderdaad een van onze klassiekers, prachtig van stijl en met een interessante, bijna postmoderne structuur. Het boek heeft verschillende vertellers en bestaat uit verschillende literaire onderdelen die op een ingenieuze manier met elkaar verweven zijn, als een soort Russische matroeska-poppetjes. Het begint met het satirische verhaal van Batavus Droogstoppel. U weet wel, die van de bekende beginzin. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Een zin die hij ook vele malen herhaalt in de roman. Droogstoppel, de inhalige, bekrompen en zogenaamd godvruchtige Amsterdamse koffiehandelaar. Hij lijkt in het begin de hoofdpersoon van de roman. Hij voert dan namelijk het woord in de ik-vorm. Maar al na een paar hoofdstukken wordt duidelijk dat in de roman alles draait om het verhaal van de bevlogen koloniale bestuursambtenaar Max Havelaar, die in Indië strijdt tegen het onrecht en voor de Javaan. Ik kom hier zo op terug. En daarnaast zijn er natuurlijk het dramatische liefdesverhaal van de Javaanse Saitja en Adinda. Dat begint met, ik citeer, Saitja's vader had een buffel waarmede hij zijn veld bewerkte. Einde citaat. Belangrijk is ook Max Havelaars beroemde reden tot de hoofden van Lebak. Een mooi retorisch betoog waarin hij zijn ideeën verwoordt. Of de legende van de Japanse steenhouwer. In de Max Havelaar staan ook verschillende gedichten. Een kort toneelstukje waarin Barbertje moet hangen, vormt het motto. En uiteraard is er nog het pak van Sjaalman, waar ik zo op terugkom. Aan het beroemde slot van de roman neemt Multatuli zelf de pen op om koning Willem III, op dat moment de hoogste gezagdrager in Nederland, te vragen of het zijn wil is dat de Javaan wordt mishandeld. Ik citeer. Aan u durf ik met vertrouwen vragen of het uw keizerlijke wil is dat de Havelaars worden bespat door de modder van slijmeringen en droogstoppels en dat daar ginds meer dan 30 miljoen onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in uw naam. Einde citaat. De Max Havelaar is dus een geëngageerde roman met een belangwekkende boodschap. Een roman die misstanden in de kolonie Nederlands-Indië aanklaagt. Een roman ook met een unieke structuur. Een boek dat we onze leerlingen niet mogen onthouden. Een boek dat bijzonder is van vorm en van inhoud. Het boek is een raamvertelling die, zoals gezegd, bestaat uit verschillende onderdelen. Maar hoe hangen die onderdelen nu samen? Misschien tart ik nu wel uw welwillendheid door allereerst aandacht te vragen voor het ogenschijnlijk meest saaie onderdeel van de roman, het pak van Sjaalman. Een eenvoudige lijst van 147 zeer uiteenlopende onderwerpen die verwijzen naar teksten in het pak dat Sjaalman, ofwel Max Havelaar, overhandigt aan Droogstoppel nadat ze elkaar toevallig in Amsterdam op straat zijn tegengekomen. Sjaalman, alias Havelaar, hoopt dat Droogstoppel zijn teksten uit het pak zal uitgeven. En op basis van dit pak schrijft Stern, een jonge, wat zwermerische stagiair van Droogstoppel, op diens verzoek de roman. Het verhaal zit dus als een soort droste cacaobusje in elkaar. Droogstoppel begint het verhaal waarin hij Stern de opdracht geeft ook een verhaal te vertellen op basis van het pak van Sjaalman. Stern vertelt op zijn beurt de geschiedenis van Max Havelaar, die zelf ook weer allerlei verhalen vertelt. Bijvoorbeeld het verhaal van de Japanse steenhouwer. Bent u er nog? Hoe dan ook, het pak van Sjaalman staat dus aan de basis van de roman. Maar voor ik inga op dit pak, wil ik eerst wat over de hoofdfiguren zeggen. Er komen verschillende personages voor in de roman, soms met opvallende namen, zogenoemde speaking names. De naam zegt iets over hun karakter. Dominee Wawelaar bijvoorbeeld is de Amsterdamse dominee die onzin uitkraamt. Hij wauwelt. Het zijn vooral personen uit de Amsterdamse burgerij en bestuursambtenaren in Nederlands-Indië. Maar er zijn twee personages die er bovenuit steken. Batavus Droogstoppel en Max Havelaar. Zij zijn de hoofdpersoon.
eerst de koffiehandelaar Batavus droogstoppen, opnieuw een opvallende speaking name, de man met wie de roman opent. De makelaar in koffie die woont op de Lauriergracht nummer 37, zoals hij niet nalaat te herhalen. Hij is de persoon die zegt het boek geschreven te hebben dat de lezer in handen heeft. Daarna haast hij zich om te melden dat hij een hekel heeft aan romans, omdat ze alleen maar leugens bevatten. Waarheid en gezond verstand, daar gaat het om. Zo meent hij en dat herhaalt hij vele malen. Hij is ook de persoon die de eerste hoofdstuk aan het woord is en op dat moment de hoofdpersoon van de roman lijkt te zijn. Hij is een humoristische karikatuur van de bekrompen zakenman die vooral geïnteresseerd is in koffie en in zijn firma Last & Co. en erg tevreden is met zichzelf. Hij doet zich voor als een godvruchtig en fatsoenlijk iemand, maar de lezer merkt natuurlijk al snel dat dat niet klopt. Hij vertelt zijn verhaal in de ik-vorm en is direct een mooi voorbeeld van een onbetrouwbare verteller. Wat hij zegt klopt vaak niet of getuigt van een bekrompen visie. Hij wordt geïroniseerd door de vele herhalingen en zijn soms vreemde opmerkingen of absurde redeneringen. Hij is een hypocriete fatsoensrakker en een huichelaar. Hij legt bijvoorbeeld uit dat Schaalman en hij elkaar van school kennen. Schaalman, van wie we uiteindelijk wel begrijpen dat het Max Havelaar is, die verarmd is teruggekomen uit Indië. Hij heeft geen jas, alleen een sjaal. Vandaar de naam. Als jongetje heeft Schaalman, oftewel Max Havelaar, droogstoppel ooit uit de brand geholpen toen hij op de kermis te dicht bij een mooi meisje kwam en klappen dreigde te krijgen van haar vader. De kleine Max nam het toen op voor droogstoppel en begon een gevecht tegen de vader. Vervolgens liep droogstoppel weg en, staat er in de roman, ik citeer droogstoppel, later heb ik begrepen dat hij duchtig geslagen is, maar omdat ik een vast principe heb me nooit te bemoeien met dingen die me niet aangaan, ben ik terstond weggelopen. Ik heb het dus niet gezien. Einde citaat. Droogstoppel kijkt dus weg. Arme Max. Droogstoppel wil dat er een boek over koffie komt en de koffieveilingen, waar in het pak van Schaalman ook wel iets over wordt gezegd. Maar doordat hij het pak van Schaalman laat uitwerken door Stern, zijn wat romantische Duitse stagiair, ontstaat er een heel ander boek. Geregeld duikt Droogstoppel nog op in de roman om commentaar te geven, maar de balans is dan al doorgeslagen naar het verhaal van Max Havelaar. Maar voor we naar Max Havelaar gaan kijken, waarom is het van belang dat Droogstoppel in koffie handelt? Koffie was een product dat in Indië speciaal verbouwd werd voor de Nederlandse markt. Daar had de lokale bevolking dus niets aan. In de tijd van de Max Havelaar was er sprake van het cultuurstelsel. Dat wil zeggen dat Javaanse boeren 1/5 van hun producten moesten verbouwen met producten voor de Nederlandse markt. Dus geen rijst, het belangrijkste voedsel in de kolonie, maar koffie, thee, suiker en tabak. Had je geen eigen land als boer, dan was je verplicht 2 maanden per jaar voor het Nederlands gouvernement te werken. Vaak moesten de boeren meer werken en hadden ze nauwelijks tijd meer voor het verbouwen van hun eigen voedsel, de rijst. En hoe zat het met de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij, waarvan sprake is in de titel? De Nederlandse Handelmaatschappij was een bestaande instelling die sinds 1824 het alleenrecht had op de handel met Indië. Daarmee is de titel ook verklaard. Het mooie is alleen dat er in de roman nauwelijks sprake is van koffie of van de Nederlandse Handelmaatschappij. Het gaat dus eigenlijk om een soort foptitel, een fake news. Om fake news. Laten we nu eens kijken naar Max Havelaar. Wat komen we over hem te weten? Overigens, over droogstoppel wordt op dit moment, of naar droogstoppel wordt op dit moment onderzoek gedaan. In het bijzonder naar de persoon die model gestaan zou hebben voor deze grappige, nare karikatuur. Oké, laten we kijken naar Max Havelaar. Hij heeft in ieder geval een totaal ander karakter dan droogstoppel. Hij wordt ook heel anders gerepresenteerd in de roman. Niet in een satirisch daglicht, maar serieus. Zoals in hoofdstuk 6 te lezen is in een uitvoerig portret. De toon in de Max Havelaar wordt anders in de passages waarin Max de hoofdpersoon is. Maar dat betekent niet dat er in deze passages nergens sprake is van humor. Zo is de beschrijving van Havelaars aankomst in Lebak bijvoorbeeld erg geestig beschreven.
Hij heeft de hele dag met zijn gezin in een rijtuig gezeten en dan staat er, ik citeer, men weet eigenlijk niet juist meer waar het lederen kussen van de wagen ophoudt en de ikheid begint. Einde citaat. Erg geestig vind ik dat. In het portret van Havelaar komt het uiterlijk van de 35-jarige bestuursambtenaar aan bod. Hij is assistent-resident. U ziet hem hier op de graphic novel die net is uitgekomen. Maar het gaat natuurlijk vooral om het karakter. Hij is een vat vol tegenstrijdigheden. Een romanticus. Hij is dromerig, maar ook fel als er belangrijke zaken op het spel staan. Hij houdt van waarheid en recht. Hij is ridderlijk en moedig als die andere Don Quixote. Hij vecht dus tegen windmolens. Hij is een dichter die over melkstelsels droomt bij het zien van een vonk. Maar hij kan zich ook verdiepen in allerlei wetenschappelijke kwesties. Hij is bevattelijk voor geestelijk en zinnelijk genot. Maar hij is vooral rechtvaardig. Hij wil misstanden onderzoeken. En dat is precies wat hij doet in Lebak, waar hij allerlei misstanden ontdekt. Zijn voorganger, die ook misstanden op het oog had, is overleden en men neemt aan dat hij vergiftigd is. Zodra Havelaar aankomt in Lebak, begint hij de zaak te onderzoeken en ontdekt hij al snel dat er inderdaad sprake is van misbruik door de lokale bestuurder, de regent. Havelaar klaagt hem aan, zonder resultaat, neemt na enige verwikkelingen ontslag en verwacht eerherstel, opnieuw zonder resultaat. Multatuli's roman is dus, behalve een aanklacht tegen het systeem, ook een poging eerherstel te krijgen voor hemzelf. Maar wat was nu het probleem dat Max Havelaar signaleerde in Lebak? Het bestuur in Nederlands-Indië was gebaseerd op een Nederlands en een inheems bestuurssysteem. Het Nederlandse systeem had aan de top de gouverneur-generaal, daaronder de residenten die verantwoordelijk waren voor een groot gebied. Zij werden weer bijgestaan door assistent-residenten die ook een groot deelgebied onder zich hadden, dat zij samen met inheemse regenten moesten besturen. Het koloniale bestuur leunde dus op inheemse regenten, omdat zij al eeuwen gezag genoten bij de lokale bevolking, die gewend was herendiensten te verrichten voor hun regenten, hun vorsten. De regenten moesten echter hun status hoog houden door een uitgebreide en kostbare hofhouding erop na te houden. En die lokale boeren werden daarom vaak uitgebuit, niet betaald door de hoofden en vaak ook werden hun bezittingen geconfiskeerd. Buffels die de boeren nodig hadden om de rijstvelden te ontginnen werden gestolen door de lokale gezagsdrager. Met als gevolg dat de lokale boeren hun land niet meer konden bewerken en er hongersnood kon ontstaan en opstanden. De taak van Nederlandse bestuurders was ook om de bevolking te beschermen tegen de uitbuiting van de regenten. En dat gebeurde veel te weinig. De regent van Lebak buitte zijn bevolking uit, zoals ook in een van de verhalen in de Max Havelaar naar voren komt. Saïdja en Adinda. Telkens werden er buffels gestolen, waardoor de boeren hun land niet meer konden bewerken en in armoede vervielen. Ook braken er op verschillende plaatsen opstanden uit. In Saïdja en Adinda is dat in de Lampongs. Hoe zat het nu met het pak van Sjaalman? Hoe zag het eruit? Zoals ik al zei, is het een eenvoudige lijst van 147 zeer uiteenlopende onderwerpen die verwijzen naar teksten in het pak dat Sjaalman, oftewel Max Havelaar, overhandigt aan Droogstoppel, nadat ze elkaar toevallig in Amsterdam op straat zijn tegengekomen. Sjaalman, alias Havelaar, hoopt dat Droogstoppel zijn teksten zal uitgeven, ook omdat hij weinig geld heeft. Op basis van dit pak schrijft Stern, de stagiair van Droogstoppel, zoals gezegd, op diens verzoek de roman. De onderwerpen op de lijst zijn simpelweg onder elkaar geplaatst, dus typografisch verticaal gemarkeerd en hebben alle hetzelfde beginwoord, over. Ik doe een willekeurige greep in het pak om u een indruk te geven. De eerste titel luidt over het Sanskriet als moeder van de Germaanse taaltakken. En dan volgen al snel onderwerpen als over het verschil tussen de begrippen oneindige tijd en eeuwigheid, over het boek Job, over besmettelijke ziektes, opeens, zoals we allemaal weten, helaas weer een actueel onderwerp, en enkele titels over koffie natuurlijk. Een onderwerp waar we in de Max Havelaar, zoals gezegd, verder overigens weinig over te lezen krijgen.
De onderwerpen beslaan een breed spectrum en hebben vaak een geleerde uitstraling. De grote hoeveelheid thema's onderstreept de overdaad. Sommige kwesties hangen samen, al staan ze niet bij elkaar, en gaan over uiteenlopende zaken als taal, stijl, handel, geschiedenis, politiek, wiskunde, architectuur. Maar in één geval gaat het over het maken van azijn of de schoonheid van de vrouwen in Nîmes. De diversiteit van de lijst is een teken van veelzijdigheid en originaliteit en heeft soms een humoristisch effect. Tussen haakjes is af en toe het commentaar van de moralistische en bekrompen droogstoppel leesbaar, die er, het is duidelijk, niet altijd evenveel van begrijpt. Let u vooral op het onderwerp over de prostitutie binnen het huwelijk, waarachter tussen haakjes staat, dit is een schandelijk stuk. Multatuli bedient zich in de Max Havelaar zijn scherpe aanklacht tegen koloniale misstanden ook op deze manier van humor om zijn boodschap over te brengen. De lijst is dus meer dan een opsomming of een catalogus van onderwerpen. Hij geeft informatie over het personage Max Havelaar, die geprofileerd wordt als een veelzijdige, misschien wel geniale geest. Een uomo universale. Droogstoppels opmerking bij de lijst tonen hem weer als een fatsoensrakker met een exclusieve belangstelling voor de handel in koffie, die niet altijd alles even goed begrijpt. De lijst is verder ook een vooraankondiging van onderwerpen die elders in de roman voorkomen en is dus ook in die zin een onderzoeksinstrument, een zoekmachine. Over het recht van opstand bij onderdrukking verwijst bijvoorbeeld naar de opstanden in de Lampongs, waarvan sprake is in de geschiedenis van Saïdje en Adinda. Bovendien, Multatuli gebruikt de lijst hier om indirect te betogen dat Javanen zich terecht verzetten tegen het onrecht. En er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen die terugkeren in de roman. Zelfs de schoonheid van de vrouwen in Nîmes en Arles. Uiteraard ben ik niet de eerste die ingaat op het pak van Sjaalman. Velen gingen mij de laatste decennia voor. Jaren geleden verscheen er zelfs een speciaal nummer van de Gids onder deze titel. Recentelijk brachten Evelien Neve en Bart Vervaak een wetenschappelijk themanummer uit over de lijstvorm in de literatuur, waarin Multatuli en het pak van Sjaalman centraal staan. Hans van der Voorde schreef daarin een stuk waarin hij het pak van Sjaalman benadrukt als een gedicht. Dat wil zeggen, een verticaal gepresenteerde tekst met ritme en metrum, assonanties en alliteraties, parallellen, contrasten en metaforen. In de Max Havelaar is het pak van Sjaalman de bekendste lijst, maar er staan meer lijsten in de roman. De takenlijst die dominee Babelaar ziet voor het Nederlandse volk in Indië bijvoorbeeld. De lijst van droogstoppen waarin schrijfafspraken staan met Stern om van het pak van Sjaalman een roman te maken. En de lijst met noten achterin de roman waarin Multatuli uitleg geeft over een aantal zaken. De lijst is dus een structurerend principe in de Max Havelaar. Ook in ander werk van Multatuli komen lijsten voor, al hebben ze niet altijd dezelfde vorm. Dat geldt bijvoorbeeld voor de reeks van de bijna 1300 ideeën die Multatuli tussen 1862 en 1877 schreef en publiceerde in 7 delen. Ze variëren van korte ideeën van een enkele regel en ideeën die vele bladzijden tellen. Ik refereerde er al aan. Idee 1 is bijvoorbeeld, misschien is niets geheel waar en zelfs dat niet. Maar er staat ook een onvoltooide roman in de ideeën, verspreid over verschillende afleveringen. Woutertje Pietersen, ik zei het al, een schitterend, geestig en kritisch boek met onvergetelijke personages zoals Juffrouw Laps en Meester Pennewip. En in die ideeën komen veel onderwerpen uit het pak van Sjaalman terug. Een titel als Over het boek Genesis wordt bijvoorbeeld in verschillende ideeën uitgewerkt en hetzelfde geldt voor de titel Over stijl. Multatuli werkte dus graag met lijsten, maar het pak van Sjaalman is de bekendste lijst en speelt een centrale rol in de Max Havelaar. Deze lijst beschouw ik bovendien als de sleutel tot het hele werk van Multatuli, omdat hij een indicatie geeft van de poëtica of literatuuropvatting van Douwes Dekker. Een poëtica die esthetiek en engagement met elkaar verbindt. En ook in die zin is de lijst een onderzoeksinstrument. Multatuli schrijft niet alleen adembenemend goed, maar hij is ook geëngageerd. Hij heeft een boodschap en daarom wil hij gelezen worden. Ik kom nu, zoals beloofd, bij het derde deel van mijn lezing, de theorie, waarbij ik eerst inga op de rol van de lijst in de literatuurwetenschap en daarna op de vraag in hoeverre de Max Havelaar
stand kan houden wanneer we de roman bekijken vanuit de postkoloniale cultuurkritische literatuurtheorie. Past deze roman in een tijd van Black Lives Matter, waarin standbeelden van hun sokkel worden getrokken? Eerst het lijstenonderzoek. Er is onlangs veel literatuurwetenschappelijk onderzoek verricht naar de lijst in de literatuur. Ik noemde al de bundel van Neven en Vervaak, waarin gerefereerd wordt aan verschillende studies, zoals de studie van Robert Belknap, De List, uit 2005. Ook Umberto Eco liet zich uit over de lijst in zijn boek, dat vertaald is onder de schitterende titel De Betovering van Lijsten. Hij gaat ook in op de connecties met de retorica, waarin de opsommen of enumeratio een rol speelt, en noemt daarbij ook en passant zijn eigen roman, De Naam van de Roos. Een lijst in de literatuur wordt vaak over het hoofd gezien of als een overbodig, minder belangrijk element in het geheel beschouwd. Iets dat de lectuur of de verhaallijn onderbreekt. Maar de lijst is juist een interessant literair fenomeen dat niet alleen de Max Havelaar structuur en eenheid geeft en banden laat zien met Multatuli's andere werk, maar het werk van Multatuli ook intertextueel verbindt met andere literaire werken uit heden en verleden en uit verschillende culturen. Denkt u bijvoorbeeld aan de ellenlange lijst met schepen in de Ilias, de lijsten over de walvisvaart in Melville's Moby Dick, de registers of de 10 plagen in de Bijbel, de lijsten in het hoofdkussenboek van de Japanse Sei Shonagon, of lijsten in het werk van Virginia Woolf en James Joyce, zoals de inhoud van een la van Philip Bloom in Ulysses, voorbeelden die ook genoemd worden door eerder genoemde onderzoekers. In de Nederlandse literatuur, voor en na Multatuli, duiken eveneens lijsten op, vaak bij dichters, maar ook in het proza, bijvoorbeeld van Vestdijk. Denk aan meneer Vissers Hellevaart. De Wetten van Connie Palmen, De Delen van het Bureau van Voskuil, Atte Jongstra's Sla, Rachels Rokje van Charlotte Mutsaars of Kamers Antikamers van Nia Weijers. In postmoderne literatuur is de lijst of de encyclopedie zelfs populair. De lijstvorm komt overal voor, zeker ook buiten de literatuur en, zo betogen Goody en Meinberger, de lijst wordt al sinds mensenheugenis, maar nu nog steeds, gebruikt voor de ordening van de wereld. Van to-do-list, bucketlist of catalogus tot kalender of agenda, waarin een abstractum als de tijd in een lineaire vorm visueel wordt voorgesteld. Tijd is een uiterst complex fenomeen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de begrippen van Henri Bergson, temps en durée. Maar dankzij de lijst kan deze complexiteit worden beheerst. De lijst zorgt voor duidelijkheid, voor ordening en klassificatie, voor een heldere structuur. De lijst bundelt informatie op een overzichtelijke manier, biedt een geheugensteun en kan gelden als didactisch hulpmiddel. De lijst manifesteert zich op de meest uiteenlopende wijze en in de meest uiteenlopende vorm, als reeks, als opsomming, als ordening. De lijst is altijd een selectie. Via de lijst kan ook een wereldbeeld, een ideologie, een visie worden uitgedragen. Zo ook in de Max Havelaar. Maar denk ook aan de kanon, een lijst van beste literaire werken. Ik zal hier niet ingaan op de discussie over de definitie van lijsten, zoals gevoerd door verschillende experts, maar volstaan met de vermelding dat ik een ruime definitie aanhoud. Literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld sluit op een andere manier aan bij de lijstvorm. Het zijn, wanneer men ze op enige afstand bekijkt, lijsten van schrijvers, titels, genres en stromingen. Als literatuurgeschiedschrijver spreekt de lijstvorm mij ook om die reden aan. En het is treffend dat in het werk van Multatuli, zoals gezegd, sprake is van een combinatie van esthetiek en engagement, de twee tendensen die ik centraal stel in Bloed en Rozen, mijn literatuurgeschiedenis van de eerste helft van de 20e eeuw. We komen nu tot slot aan bij het volgende literair theoretische punt. Houdt de roman stand wanneer we hem bekijken vanuit een postkoloniale, dat wil zeggen cultuurkritische invalshoek, de richting die na de publicatie van het baanbrekende Orientalism van Edward Said in 1978 een hoge vlucht heeft genomen? Past deze roman in een tijd van fake news en Black Lives Matter, waarin standbeelden van hun sokkel worden getrokken?
Ik heb de Max Havelaar hiervoor al een geëngageerde roman genoemd, waarin geageerd wordt tegen de mishandeling van de Javaan. De Max Havelaar uit scherpe kritiek op het koloniale systeem en is in die zin cultuurkritisch, maar er valt natuurlijk wel iets op af te dingen. Ik wil even kort 3 punten aanstippen die in de postkoloniale literatuurkritiek van belang zijn. 1. Is het boek antikoloniaal? 2. Is het geschreven vanuit een inheems perspectief? Zijn de personages inheems en is de auteur inheems? 3. Is er een connectie met het hier en nu wanneer we denken aan het neerhalen van standbeelden? Het eerste kritische punt dat kan worden aangevoerd is dat de roman weliswaar scherpe kritiek uit op het koloniale beleid, maar geen antikoloniaal boek is. Dat klopt en dat kan als een kritisch punt worden aangevoerd. Al is het vanuit het heden natuurlijk wel heel gemakkelijk om kritiek te hebben op de eventuele blinde vlekken die kritische schrijvers in het verleden hadden. Daar komt bij dat de roman niet alleen een cultuurkritisch doel had, maar ook bedoeld was als eerherstel voor de auteur. Max Havelaar leest Multatuli, die in Indië zijn ontslag had ingediend, wat volgens sommigen de kritische boodschap een beetje zou verzwakken. Over dit laatste punt kan men natuurlijk twisten. Dat wil ik hier ook even buiten beschouwing laten. Maar wat de kritiek op het koloniale systeem betreft, is het wel belangrijk om te constateren dat er in de beroemde slotpassage van de Max Havelaar heel scherpe opmerkingen worden gemaakt. De toon wordt in de laatste bladzijde ook steeds militanter. Multatuli heeft de pen opgepakt en wil gelezen worden, zo schrijft hij, door iedereen. Ook door staatslieden, letterkundigen, exemplaren uit het droogstoppelras en leden van de volksvertegenwoordiging. Zijn doel was niet om goed of mooi te schrijven, maar om zo te schrijven dat zijn boodschap, de Javaan wordt mishandeld, gehoord zou worden. Daarna volgen dreigend de stappen die hij zou ondernemen als men hem niet zou geloven. Hij zou de roman eerst in Europese talen vertalen, zodat in alle landen gezongen zou worden. Ik citeer, er ligt een roofstad aan de zee tussen Oost-Friesland en de Schelde. Einde citaat. En wanneer ook dat niet zou helpen, zou hij het boek vertalen in talen die in Indië werden gesproken. Het Maleis, Javaans en het Soendaas. En citaat, ik zou de kleewangwettende krijgszangen slingeren in de gemoederen van arme martelaren, die ik hulp heb toegezegd. Ik, Multatuli. Einde citaat. Eerst via wettelijke weg en desnoods met geweld. Hij vervolgt, ik citeer, dit boek is een inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen naarmate het nodig zal wezen. Einde citaat. Waarna dan die beroemde opdracht aan koning Willem III volgt. Het al eerder geciteerde slot van de roman. De Max Havelaar is dus misschien inderdaad niet antikoloniaal, maar deze oproep tot geweld, wanneer er geen einde zou komen aan het onrecht dat in naam van Nederland geschiedt, lijkt mij toch wel heel scherp en niet mis te verstaan. Het tweede punt betreft de vraag of de roman geschreven is vanuit een inheems perspectief. Zijn de personages inheems en was de auteur inheems? Hier moeten we natuurlijk ontkennend op antwoorden. De hoofdpersoon van de roman is een witte man. De meeste personages zijn wit. En hetzelfde geldt voor Multatuli of Eduard Douwes Dekker. Vanuit postkoloniaal perspectief kan hier natuurlijk ook kritiek op geuit worden. Bovendien worden de lokale heersers, de regenten, bevoogden toegesproken in Havelaars beroemde toespraak tot de hoofden van Lebak, wat ook bepaald niet thuis hoort in een postkoloniale cultuurkritische visie. Tegen dit punt valt natuurlijk niet veel in te brengen, behalve dat een belangrijke passage in de roman, het verhaal van Saïdje en Adinda, wel over Javaanse personages gaat. Voor het eerst in de Nederlandse literatuur kregen inheemse personages hier een serieuze rol in een roman. Hun verhaal vormt een illustratie van het onrecht dat door de Javaanse regenten werd bedreven. De ene buffel na de andere werd geroofd. Saïdje wordt ook invoelend en af en toe van binnenuit beschreven. Zo maakt hij het mooie gedicht, ik weet niet waar ik sterven zal, voor zijn geliefde Adinda. Sommigen hebben verder ook kritiek op het vermeend zoetsappige karakter van het verhaal. Saïdje en Adinda is natuurlijk een tragische liefdesgeschiedenis, maar er wordt ook in dit verhaal scherp kritiek geuit op het Nederlandse systeem. Voor Saïdje zijn geliefde Adinda aan het eind van het verhaal terugvindt,
zwaar verminkt en gedood door het Nederlandse leger, loopt hij door, ik citeer, een dorp dat pas veroverd was door het Nederlandse leger en dus in brand stond. Einde citaat. Let u vooral op het woordje dus. Multatuli heeft er nog een speciale noot aan gewijd in de vijfde druk. Ook het bericht in het moederland over de triomf van het Nederlandse leger, vlak nadat de lezer heeft gelezen wat er met Saïdja en Adinda is gebeurd, zijn veel betekend en hebben een sterke werking. Ik citeer. En weinig later was er te Batavia groot gejubel over de nieuwe overwinning die weer zoveel lauweren had gevoegd bij de lauweren van het Nederlands-Indisch leger. En de landvoogd schreef naar het moederland dat de rust in zijn in de Lampongs hersteld was. En de koning van Nederland beloonde wederom zoveel heldenmoed met vele ridderkruisen. Einde citaat. Daarnaast zijn er nog twee andere inheemse personages die er in de roman bekijkt van afkomen. De Indische weduwe Slotering, de vrouw van de vermoorde voorganger van Max Havelaar, die bij de Havelaars op het erf woont. Haar rol is heel klein en beperkt, een aspect dat vaak is bekritiseerd, bijvoorbeeld door schrijver Alfred Birnie. Een personage dat er helemaal slecht vanaf komt is Si Upikete, het 13-jarige inheemse meisje met wie Max Havelaar een tijd samenwoont. Ze is in onze ogen natuurlijk veel te jong. Zo'n jonge partner werd in die tijd overigens helaas normaler gevonden dan nu. Bovendien wordt ze niet als erg slim voorgesteld. Ook worden er weinig pagina's aan haar besteed. Hier wordt in de Max Havelaar in weinig woorden kritiekloos een praktijk beschreven uit de koloniale tijd, waarbij Nederlandse mannen samenwoonden met hun inheemse huishoudster, vaak njai genoemd, die niet alleen het huishouden moest doen, maar ook het bed met hem moest delen. Hadden ze genoeg van zo'n vrouw of kwam er toch een Nederlandse echtgenote op de proppen, dan kon zo'n njai weer terug naar de kampong. Een weinig respectvolle gedragswijze, al zijn er ook voorbeelden waarbij de Nederlander in het huwelijk trad met zijn njai en haar kinderen erkende. Dit is natuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis en in de Max Havelaar, maar toch valt er in dit postkoloniale verband ook nog iets positiefs te zeggen over het effect van de roman. De Max Havelaar is weliswaar een wit boek, zoals dat nu genoemd moet worden, met een witte auteur en overwegend witte personages. Maar het heeft, althans volgens de Indonesische kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur, Pramutya Anantatur, ik citeerde hem al, een belangrijke rol gespeeld in de decolonisatie van Indonesië. Hij noemde de Max Havelaar in 1999 immers, zoals gezegd, the book that killed colonialism. Er is tot slot nog het laatste punt dat ik wil aanstippen. Kunnen we de Max Havelaar nu ook in verband brengen met fake news en het omhalen van standbeelden? Dat kan. Fake news had ik al aangehaald. Droogstoppel, de persoon die houdt van de waarheid, maar vaak liegt dat het gedrukt staat, verkoopt zijn ideeën als waarheid. De misleidende titel, de koffieveilingen der Nederlandse handelmaatschappij, is daar een goed voorbeeld van. Het boek gaat er helemaal niet over. Al wordt uiteindelijk wel de waarheid gepresenteerd. Overigens een heel andere waarheid dan Droogstoppel graag wil horen. En wat de standbeelden betreft, die op dit moment neergehaald worden, ook hier is er een link met de Max Havelaar, met dank aan Elsbeth Etty. Droogstoppel, de zakenman die profiteert van de koffiehandel die schadelijk is voor de Javaanse boeren, de opschepper en hypocriet Droogstoppel, die erg tevreden is met zichzelf en zegt dat hij alles zo geweldig goed doet, richt in deze roman als het ware een standbeeld op voor zichzelf. En dat standbeeld wordt aan het eind van de roman neergehaald door Multatuli. Hij schopt Droogstoppel simpelweg uit de roman. In die zin sluit de roman dus ook goed aan bij deze tijd. En in mijn ogen is het een roman die ondanks de zojuist genoemde kanttekeningen uit de postkoloniale hoek, en dan denk ik vooral wat Si Upikete betreft en de al te bescheiden positie van de weduwe Slotering in de roman, dan is het toch in mijn ogen een roman die overeind blijft staan, ook als kritiek op het koloniale systeem. Dames en heren, ik kom tot een afronding.
Mijn vraag was waarom een roman als de Max Havelaar na 160 jaar nog de moeite waard is en in deze tijd nog gelezen zou moeten worden. Mijn antwoord luidt, en het zal geen verrassing zijn, ik heb het al een paar keer gezegd, dat de roman zeker gelezen moet blijven. De Max Havelaar blijft als literair werk interessant, niet alleen door zijn bijzondere en in mijn ogen ook schitterende compositie, maar ook door de geweldige stijl, de humor en ironie en de details die blijven verrassen. De Max Havelaar is een roman en blijft een roman waar je uiteraard ook kritiek op kunt hebben. Daar heb ik zojuist nog het een en ander over gemeld. Maar het is in mijn ogen zeker geen onleesbare baksteen, zoals Christian Weitz beweerde. De roman blijft bij herlezen juist staan als een huis. Het is een roman die je na 160 jaar nog steeds aangrijpt, die op sommige plaatsen zelfs kan ontroeren. Een roman die verder ook zeer veel humoristische of ironische passages bevat. Niet alleen in de karikatuur van Droogstoppel, maar ook in de Havelaarstukken of het pak van Sjaalman. Het is verder een roman die ons via het perspectief van tijdgenoten weer terugplaatst in de koloniale tijd. En dat is bijzonder. Het is daarom van belang dat hun literaire werken, zeker een spraakmakend werk, meesterwerk als de Max Havelaar, blijven lezen. Ook op school. Niet alleen omdat we iets moeten weten over onze literatuur en de literatuurgeschiedenis, maar ook over de geschiedenis zelf, de koloniale geschiedenis die nog steeds doorwerkt in het hier en nu. Want literatuurgeschiedenis is niet alleen geschiedenis van literatuur, maar ook geschiedenis in literatuur. En ook over die geschiedenis moeten we blijven nadenken. Via spraakmakende boeken als de Max Havelaar blijft dat mogelijk. Dank voor uw aandacht.